Welkom bij de vlog. Welkom bij de vlog. Deze week zijn we in Orlando, Florida en bezoeken we het Kennedy Space Center. Dankjewel Connections daarvoor. Meer informatie in de beschrijving hier beneden. Dat is Star Trek. Dus To Infinity and Beyond. Dat is Toy Story. Buzz Lightyear. Dus dat is ruimte, schatje. Toch? Alright. Bamanos, ik ga ons kind mee pakken. Kind. Wandelen. Dat is de Apollo 14 capsule. De echte, geen replica, gelijk dat ik aanvankelijk dacht. Maar dat kan niet, want we zijn hier in het Space Center. Bestuurlijk is de echte. Maar we staan daar zo weer van. Dat is maf. Waanzin. Het ziet eruit of dat uit Star Wars komt ook. Star Wars 3. Waarom Star Wars 3? Dat is een race en zo. Dat is 1. Star Wars 1, echt? De Phantom Menace, ja, dat is aan het race. Moeten die in die volgorde bekijken? Nee, maar... Dus dat is de derde dat je bekijkt? Nee, de vierde. Ja, dat bedoel ik. In 1961 hebben de Russen iemand naar boven gestuurd en naar Amerika, we kunnen van niet achterlopen. En dan hebben ze, in 1962 heeft Kennedy dan gezegd van... We choose to go to the moon! En daarom, dat ze naar de maan gingen, dan hebben ze Apollo-missies opgestart. En de Apollo-missies zijn alle maangerelateerde missies geweest. Dus om te proberen op de maan te landen. En Apollo 1 is dan ontploft en al en al. En dat is allemaal gebeurd vanuit hier. De space shuttles worden nog altijd gebouwd van daar. Dat is het liggende gebouw. Ik ga wat beelden tonen, ik heb het gefilmd. Dat is het grootste gebouw van één verdiep hoog ooit. Niet ooit, maar over de wereld. Dus als je binnenkomt, dan ga je naar boven. Gigantisch hoog voordat je de... voordat je het plafond kunt zien. Het is echt gigantisch. Verschillende... Onze zoon was bijna weggerold. Dus daar is het Cape Canaveral. Daar zijn er verschillende lanceerplatforms, waaronder die van SpaceX, die van Elon Musk denk ik dat dat is. Daar binnen, in het Apollo Saturn V gebouw, krijg je alle informatie van alle Apollo vluchten. Ooit geweest. Ja, tot nu toe ooit geweest. Ik denk niet dat ze Apollo nog gaan opstarten naar de maan te gaan. Maar ze willen eigenlijk, wat nu het plan is, zogezegd, is, wat ik weet, of wat wij weten, is dat ze een soort van platform willen maken tussen de maan en de aarde, waarvan dat ze dan verder de ruimte kunnen gaan naar Mars, weet ik veel allemaal. Cool. Dus ik weet niet welke informatie ik allemaal ga gebruiken in de montage, maar... Informatie dump. Maar dus dat is Cape Canaveral. Daar komt het eigenlijk op neer en dat is, het is hier heel cool. Het is heel cool. Dus vanaf hier kun je een space launch zien. Als er één zou zijn. Als er één is. Dus nadat ze succesvol naar de maan waren gegaan, moesten ze nadenken over hoe ze terug zouden komen. Dus als ze de shuttles beginnen maken, dat ze opnieuw en opnieuw en opnieuw konden gebruiken. Zoals Atlantis. Slim! Wat ik dus niet snap, dat is dat... Ik ben geen ingenieur, dus ik snap veel niet, maar zo...
De gsm of een computer, dat is allemaal super federaal werk en kleine precisie dingen en alles moet juist zitten of je kunt niet, of je kunt er niks mee doen. Maar een raket die naar de ruimte moet. Met mensen in, die daar zo lang moeten overleven. Dat snap ik niet waar je daar aan begint. Dat is zo groot. Dat is zo precisiewerk. Dat is, ik zou wel niet weten welk materiaal je moet gebruiken nog. PVC. Serieus? Ik weet niet. Ja. PVC, plastic, metaal, ijs, ik weet het niet. En dan snap ik niet hoe je daar aan begint. Jarenlang een slimme mensen. Ja, maar snap je mijn probleem? Ja, snap je probleem. Iedereen praat altijd over Universal en Disney en zo, maar dit is zeker het bezoeken waard. Je kunt ook, als je op voorhand boekt, een astronautentraining doen. Het kost wel wat meer geld, maar het is wel, dat schijnt de moeite waard. Je hebt zoveel informatie, dingen dat ik echt nog niet wist. Dus kom naar hier. Als de ruimte uw ding is, of zelfs als het uw ding niet is, het is wel een aanrader. Ook voor jou, schatje? Wat een top communicatie, communicatie. Het was niks voor Chip, want Chip was ook aan het slapen. Het is ook voor kinderen heel wat gedoe, dat je kunt spelen en keiveel leuke informatie om het behappelijk te maken voor kindjes. Het is ook een IMAX-theater waar ze 3D-films afspelen, omtrent de ruimte en zo. Het is allemaal heel spectaculair. We konden het niet filmen, aangezien dat we niet mochten filmen. Kennedy Space Center is zeker de moeite waard. Voor ruimte-enthousiasten, raket-enthousiasten en gewoon enthousiaste mensen. En ook gewoon voor mensen. Toch? Voilà. Dus, Orlando, Florida. Het ene park na het andere. We hebben er 3 gedaan op 3 dagen tijd. Ik denk dat dat mooi is. Dankjewel Connections hiervoor. Als je meer informatie wil over wat we gedaan hebben, kan je dat hier onderaan vinden. Vergeet je niet te abonneren rechts onderaan, duimpjes te geven op de video. Bedankt voor het kijken, tot volgende week. Einde van de vlog.